heeft wel iets weg van verkiezingstijd. De Nijmeegse politieke partij Voor Nijmegen.nu organiseerde dinsdagavond een stadsgesprek. Een soort debatavond waar de meeste politieke partijen bij aanwezig waren. Bewoners konden zich daar uitlaten over problemen die spelen in Nijmegen. Fractievoorzitter Paul Eijghuizen organiseerde het stadsgesprek. Een raadsvergadering over inspraak, kunnen mensen inspreken over het onderwerp wat op de agenda staat. En het heeft toch een beetje een drempel om in een stadhuis te gaan zitten. En ik denk een stadsgesprek wel net even iets makkelijker is. Weet je, ik ken de stad, ik ken elke straat, maar ik ken niet elk probleem. Met deze avond wil Voor Nijmegen.nu vooral aandacht vragen voor de lokale problemen. Dat levert bijvoorbeeld op dat we in Nieuw-West te horen kregen dat ook een studentenhuisvestingsprobleem was. Dat levert bijvoorbeeld op dat in Heerbos-Oost mensen niet tevreden waren over het vuurwerkverbod. Dat levert dat soort dingen op. Dinsdagavond was de 50ste keer dat Voor Nijmegen.nu in een wijk een openbare fractievergadering hield. En daarom waren alle partijen in de raad uitgenodigd. Als het aan Eijghuizen ligt, vindt zo'n stadsgesprek in de toekomst vaker plaats. Nou, ik vind het gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk om dit eventjes in het groots aan te pakken. Gewoon met collega's, andere raadsleden, gewoon te laten zien van jongens, luister. De politiek komt ook gewoon naar jullie toe.